mijn nieuwe vlog. Leuk dat jullie kijken. Vandaag gaan wij samen met mijn mama groene pannenkoeken bakken. Yay! En wij maken pannenkoeken altijd een beetje anders. En ik heb het recept van mijn tante. Van wie? Van oma Ellie. Oh. En die maakt echt altijd heel lekker. En daarvoor hebben wij nodig boerencakemeel. Dus dat is geen pannenkoekenmeel. Maar pannenkoekenmeel, dan krijg je altijd van die dunne pannenkoeken. Uh-huh. Dus hierbij krijg je lekkere, dikke pannenkoeken. En we hebben niet echt echte kleurstof, waardoor het groen wordt, maar er zit ook een smaakje bij. Ja, dat is gewoon pandan. En die hou je gewoon bij de toko. Heel simpel eigenlijk. En hier hebben we dan vanillesuiker. Niet heel onbelangrijk om het lekker zoet te maken, hè? Ja, en als laatste ingrediënt. Eieren! Ja, en het leuke is dus, of tenminste eigenlijk het lekkere hiervan is, dat je dikkere pannenkoeken krijgt. De pannenkoeken zijn eigenlijk al heel smaakvol, dus je hebt niet per se poedersuiker of stroop of iets nodig. Niet per se. Toch? Maar door het zoeter te maken bijvoorbeeld, kan je het gewoon doen. Ja, dus. Zullen we beginnen? Ja. Nou, dan gaan we beginnen. Estimo is ondertussen gewoon frietjes aan het eten. Want meneer die heeft zin in friet. Oké, boerencakemeel. Oeh, het ziet er wit uit. Dat is meestal wit. Oké. Nee, wacht. Niet doen. Nou, ben ik helemaal vies dadelijk. Oké, dan doen we 2 vanillesuiker erin. 2! Ja. Anders is het iets te, denk ik. Hou de top dan zo. Jij. Tamiala. Kan het dan 1 zakje extra? Nee. Nou. Oké. Nu hebben we... even laten zien. Boerencakemeel, suiker. En nou doen we de eieren bij. Ja. Daar schijnt er een. Hier, daar zit hij dan. Wat? Wat dacht u, mama? Even wachten, schatje. Zo. Doen we 3 eieren erbij, hè? Want we hebben maar 1 pak. Oké. Geef mijn handen wassen. Mensen denken echt dat we gek zijn. In plaats van melk doen wij water. En dat is niet per se omdat het gezonder is. Dat is gewoon omdat het lekker is. En normale mensen die hebben een staafmixer. Zo'n elektrische gebeuren. Ik ben niet normaal, dus ik heb er niet. U bent gewoon naturel. Naturel? Ja, dus dat betekent dat u niet elektrische dingen gebruikt voordat je hebt in. Ja, ik weet niet of je dat spreekt. Geen melk. Dus eigenlijk, misschien dat ik nu iets heel erg dom zeg trouwens, maar mensen met koemelk, nee, lactose-intolerantie, die kunnen dit volgens mij wel gewoon eten. Want volgens mij, lactose, dat is met melk en hier zit geen bijpoeder in, of melkpoeder, of melk, of iets. Maar ik weet niet. Tadaa! Nu wel. En nu gaat Estimo gaat roeren en dan ga ik hem dus... Koen maken. Ja. Koen ook maken met de tanden, hè? Dat kent allemaal. Oké. Dit is echt groen koen. Je maar een heel klein beetje, want als je er te veel van in doet, dan overheerst de smaak. Want dit is dus wel gewoon echt een smaakje, zeg maar. En het is niet vies of zo, maar... Lekker zoet. Nee, aanhang is niet zoet. Dit en dan. Ja, zo is goed. Goed zo.
En je hoort geen gekladder. Nee, dat klopt. Dat doe je hartstikke goed. Zo. Op, niet goed. Meer? Hallo. 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 Moet ik meer roepen? Nee, dat is goed. Zo. Oké. Okay. Daar zijn we klaar mee. Tijd om te bakken dus. Oké, nou, Estimo heeft veilig afstand genomen van het vuur. Ja. En wij gaan nu... bakken! Yeah! Dit is zo lekker. Vind je deze echt heel erg lekker? Ja. Ja, hè? Is jouw favoriet? Ja. U zegt dat deze niet zou mislukken, maar tada, hij mislukt. Nee, hij mislukt niet hoor. Kijk, bam! Woehoe! Eindelijk. En dan weer afwachten. Tada! De eerste groene paddenkoek. Ik ga naar Koya toe. Kijk hoe lekker. Ja, is die lekker? Ja. Ja, hè? Al zit er helemaal niks op. Ik ook. Mmm, deze is echt baas. Nee, ik wil... pak uw eigen pannenkoek. Estimo, die wil van mij vluchten omdat hij nieuwsgierig is met zijn pannenkoek en hij valt. Waarom zo gierig? Omdat deze zo lekker is. Nou, hij was echt heel erg lekker, hè, de pannenkoek. Ja. Hij was echt, echt lekker. Dus, ik zou zeggen, probeer het een keer. En dan volg onze tips wat jullie net hebben gezien. Ja, volg onze tips. Abonneer, like, deel. Deel, reageer. En als je het thuis hebt geprobeerd en je vindt het echt heel lekker, reageer dan ook even. En want dan weten wij dat ook. Want er waren een paar mensen die hadden gevraagd of... konden laten zien hoe we groene pannenkoek maken. En ja, dat hebben we nou gedaan. Ja. Dus, tot de volgende week. Ik wil slapen. Ah, welterusten.